Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 Zwijstenhof. Goed, eventjes een dingetje. Even een aantal dingen wat ik eventjes moet vertellen. Allereerst is de Dirts en de Blokkie Games ID heb ik een beetje aangepast. De Combine rijdt op dit moment wel 70 km/u. Op mijn website is die ook geüpdate. Dus wil je de geüpdate versie, wil je die graag hebben... Hij is op mijn website te vinden. De Blokkie Games ID rijdt dus nu 70 km/u. En als het goed is, heb ik nog niet getest, is de uitlaatsnelheid, hè, wat er uit de pijp komt, is ook een stuk sneller. Alleen, dat weet ik nog niet. Maar hij rijdt in ieder geval 70. De deurs heeft iets minder toeren. En als het goed is, zuipt hij nu ook meer. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik weet niet of dat zo is. Ga ik vanuit. Komen we zelf achter. En, ja, dat dus. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou ja, ik weet niet hoe het met de dieren op dit moment zit. Ik zie dat volgens mij de varkens bijna geen stro hebben. Alhoewel, valt nog meer schapen. De paarden hebben ook een beetje stro nodig. Dus misschien moeten we maar weer een beetje stro blazen vandaag. En ja, inderdaad, we moeten een iets kleinere trekker hebben. Dat zag ik ook in de reacties. En dat is inderdaad wel handig om te hebben. Een iets, ja, een kleinere trekker. Maar we kunnen natuurlijk ook de Nieuw-Holland T6 gebruiken. Want die zijn natuurlijk ook een stuk kleiner, hè. Dus, maar dat gaat wel goed komen. Even kijken. Dit is haver. Moeten wij dat uitpoepen, dat stro? Ik denk niet dat dat nodig is, als ik heel eerlijk ben. Wacht, we moeten even... Laten we eerst zelf eventjes een dingetje doen. Even kijken. Strowaarden inschakelen. Nee, hij moet gewoon uitblijven. Dit is... Oh nee, dit is gerst. Kijk, dan gaan we eerst eventjes zelf een beetje de kopak... Zo, de kopakkers doen. Dat is op zich altijd wel makkelijk. Oh, wat blijft dat lekker, hè? 20 km per uur oogsten. Ho, dat is wel zo lekker, echt waar. Zo, ja, moeten wij die balen... Moeten wij dat uitpoepen? Ik denk niet dat dat nodig is, eigenlijk. Want we hebben op zich best nog wel wat strobalen, hè? Maar we kunnen straks ook wel even kijken. Want bij de paarden staan de meeste strobalen, namelijk. Even kijken hoeveel we op voorraad hebben. Volgens mij staat de stroblaas, waar staat die? Staat die bij de paden? Volgens mij wel. We kunnen ook zelf dit veld natuurlijk gaan oogsten. Dat is op zich ook wel een idee. Maar ik denk dat we dat niet gaan doen, want ik wil die dieren eventjes voor elkaar krijgen. Maar dan kunnen die ook weer verder en dan kunnen wij zelf ook weer wat gaan doen. Maar ik denk dat we binnenkort wel eventjes, gewoon eventjes lekker zelf wat gaan oogsten. Want ik zei altijd, heel snel zet ik dingen op helpen. En dan zag ik ook in de reacties van... Lars, misschien komt het omdat jij alles zo snel, ja, zo snel op arbeiden zet. Dat je niet echt dat gevoel hebt van farmen. Dat zou kunnen inderdaad, dat het is. Dus ja, dan moeten we maar gewoon eventjes zelf een veldje gaan oogsten. Alleen dit veld niet. Bijvoorbeeld veld 8, of veld 9 naast ons. Ja. Dat kunnen we op zich doen. In veld 13 wil ik ja, of aardappels of suikerbieten. Ik denk dat we aardappels gaan doen, want suikerbieten hebben we natuurlijk al best wel veel. Zo. Ja, laat ik heel eventjes naar de paarden gaan. Even kijken hoeveel strobalen we hebben. Maar volgens mij hebben wij bij de dingen zelf hebben wij niks staan. Dus we moeten eventjes gaan lopen. Verschil dat we snel kunnen lopen. Hier hebben wij ook een aantal strobalen. Alhoewel, ja, nee, we gaan het wel uitpoepen. Want dan kunnen we hier de strobalen naast zetten. Dus dat gaan we doen. Dan kunnen we dit ook gewoon opruimen, zo. Nou, dan mag die op helpen. Hoe is het met de wolpellets? Op zich prima. En dan moeten wij een stroblazen. Waar staat die? Staat die hier? Ja, stroblazen staat hier. Dus ik denk dat we eerst eventjes naar de paarden gaan. Even de triller gaan we even daar naartoe brengen. Maar als het goed is, als ik nu stationair sta... Die toeren die lopen nu iets minder af. Als het goed is. Want die toeren die blijven wel op volledig. Maar dat is volgens mij met elke trekker zo. Maar ik heb de toeren in ieder geval iets verminderd. Maar ja, goed. Right. We
moeten de trekker trouwens onderhouden. Ja, als het goed is, gaat hij meer zuipen, de trekker. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop niet dat dat voor de maintenance was wat ik heb aangepast, want er stond diesel. Dus ik neem aan dat dat het is. Maar we kunnen wel eventjes de trekker eventjes onderhouden, repareren. Ja, en dan staat hij weer op vol. Stroopblazen. Het was wel leuk geweest als we nou Follow Me hadden, want daar hadden wij namelijk de Massie Ferguson. Hadden we dan heel mooi op, op Follow Me kunnen zetten, op naar de paarden. Want dan moeten we alle tweede trekkers moeten we er zelf naartoe brengen. Op zich maakt het niet zo heel veel uit. Brengen we eerst deze naar de paarden, dan halen we de Massie op en dan vullen we deze met stro. En dan hebben we in ieder geval de paarden weer stro en dan moeten we de varkens ook weer eventjes stro geven. Maar veld 18 is ingezaaid. Toch? Ja, volgens mij wel. Dit is een stalje toegedaan. En loopt hij weer vast, want dat komt namelijk. Het is nu 5:30 en je zag dat de belichting verandert. Want dat is ook echt een nadeel in FS19. Donker, als het donker wordt, heb je de hele tijd in fases. Dan denk je, tuk, is het wat donkerder, tuk, is het weer wat donkerder, tuk, is het nog meer donkerder en tuk, is het volledig donker. En net zag ik dus, omdat het 5:30 was, wordt het dus een stuk donkerder. En sowieso moet je dan ook wel zien, om 6:00 wordt het weer donkerder. En omdat die belichting in de hele map wordt veranderd, loopt de game eventjes vast. En dat is heel vervelend. We hebben wel de palletvork ervoor, op zich maakt het niet zo heel veel uit. Maar dan kunnen we in ieder geval dat ding bijvullen. Doe gewoon twee balen erin, hups. Kijk hoeveel de paarden nodig hebben. En mocht er weer eentje bij ingaan, dan gooien we nog een bal bij in. Nou, hier zijn we dan. Het is ook bijna 6:00 zoals je ziet. Dus als het goed is, wordt het zo meteen plop, wordt het in één keer weer een stuk donkerder. Hup, met de palletvork balen oprapen. Het werkt in principe ook. Dan moest ik weer iets anders aankoppelen. Zo. Hoezo, ik wil net zeggen, hoezo laat hij niet los? Zo. Ik ben wel benieuwd hoeveel ze aannemen. Het mooiste zou zijn alle tweede balen, want dan kunnen we het nieuwe balen in doen. Want ze hebben wel wat nodig. Maar ja, ik denk niet eens dat ze één hele bal innemen. Nee, zie je wel. Maar dat is niet zo heel leuk. Nou, gaan we weer met de stroopblazen naar de varkens. Dat is wel een beetje vreemd, want volgens mij die paarden die produceren geen stront. Mest, waar we kunnen gebruiken op het veld. Dat is wel een beetje jammer. Maar we kunnen alvast wel een beetje het licht naar noemen, want het begint al... Kijk, nou loopt hij weer vast. Plop, en is het weer iets donkerder. Zie je dat? Dat is erg vervelend, zeg maar. En in multiplayer is dat zelfs nog erger. Dan loopt hij gewoon echt een aantal seconden loopt hij gewoon volledig vast. En dat is voor iedereen zo. En dat is wel heel erg jammer. Ja. Moet de Massie Ferguson wel weer deze kant op hebben. Want ik zie alweer bijna twee volle stroopellets. Of wolpellets. En de varkens en zo, die moeten even schoongemaakt worden. Oh, hij gaat wel direct verder met de nieuwe bal. Oh, dat is op zich wel handig. Ja, deze varkens hebben veel meer stro nodig. Maar ja, ze hebben nu 1,5 bal hebben ze nu. Dus dan kunnen ze er wel weer mee vandaan. Ja, jawel.
voor deze eigenlijk eventjes. Ja, die kunnen we hier op zich wel neerzetten. Volgens mij kunnen we hier stro en gras opslaan. Dus in principe hoeven we eigenlijk helemaal geen balen te maken. Maar ik vind balen per se leuk. Dan moeten we de massie weer even hebben. Deze is ook. Klaar. Laatste stukje. Dan hebben we hier in ieder geval weer een aantal strozwaren. Zo. Weet je wat we even gaan doen? Ik denk dat we even alle trekkers en dergelijke gaan we. Dan loopt hij weer vast. Plop, en dan wordt het weer wat donkerder. Ja, kijk, hij unloadt nog veel sneller. Zie dat? Hups. Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Oké, wacht even. Even kijken of we het een en ander moeten repareren. Die moet gerepareerd worden. Repareren. Kost allemaal even wat geld. Maar dan hebben we alles wel weer tip-top. De rest hoeft allemaal niet. Dan hebben we alles weer eventjes onderhouden. Ik denk dat we de combine gewoon hier laten staan. Want ik denk dat een van de velden is het veld naast ons. Oh nee, dit is veld achter. Dit is niet van ons. Plaatsen we de bek gewoon hier op. En dan laten we hem gewoon hier naast het veld staan. Dit is eventjes een dingetje. Die boom hier. Nou, laten we vast naar veld 9 gaan. Oh, mijn bek valt eraf. Ja, joh. Doe maar. Zo. En laat hem ook eventjes in de reacties weer. Och, ik druk dat hele. Och, nee. Nee. Och, wat is dit ook voor verschrikking, jongens. Ik heb die hele trill omver gebeurd. En nu neemt hij dat ook weer mee. Ja, dit doe ik allemaal zelf, hoor. Ik ben een beetje roekeloos aan het rijden. Ik hoop dat ik hem nog kan aankoppelen. Maar ja, dan gaat het ding natuurlijk helemaal flippen. Hupsa. Hij staat in ieder geval weer rechtop. Waarom bleef hij ook niet zitten trouwens? Zo. Moeilijk hè? Een combine eventjes naar de andere kant van... of naar een ander veld brengen. Volgens mij valt hij weer af hoor. Hij ligt er niet goed op. Zie dat? Ja, wat nou? Hoe rijdt hij wel 70? Zie dat? Een combine rijdt nu wel 70. Awesome! Maar dat was de vorige combine, was dat ook zo. Oh nee, dit is mais. Oh, dan moeten we toch naar de boerderij toe. Maar dat maakt precies heel veel uit. Hup, kijk, en in één keer plop wordt in één keer donkerder. Zie je dat? En weer dondert die bek te... Ja, maar dat komt ook omdat ik zo hard rijd. Hou het leuk hoor! Nou ja. Ik zoek dit wel eventjes uit. Dan hebben jullie niet gezien wat ik hier heb gedaan. Nou, het is ondertussen behoorlijk donker geworden. Dus we gaan zo eventjes slapen. En de bek, ja, die bek die ligt er niet goed op. Of hij klipt hem niet vast, of ik weet niet wat het is. Maar hij blijft niet, hij staat niet netjes, zeg maar. Dat is vreemd. In principe moet die bek gewoon een script, die trillers, die moeten in principe gewoon een scriptie hebben dat die bekken er vast op blijven zitten. Maar op de een of andere manier werkt dat niet helemaal. Of zo. Een beetje vreemd. Maar goed. Zo, gaan we eerst even slapen, 12 uur. En dan moeten we nou eventjes de balen persen. Ja, roze rendement. Yay, prestatie ontgrendeld. Volgens mij hebben we ook heel veel varkens nu al. Kunnen we er niet een paar verkopen?
Hoeveel varkens hebben we überhaupt? 79. Ja, we kunnen er wel een paar verkopen. Maar dan zou ik dus even zo'n trailer moeten kopen. Hoeveel kost zo'n ding? Dieren. En welke moet ik daar hebben? Die verzen? Nee, dieren toch? Waar staat die hier? Dieren. Waar? Oh, hier veertransport. Hier kunnen we 9 varkens in kwijt. Dat kost 24.000 euro. Dus ja, in principe kunnen we dit wel doen. Dan gaan we dat de volgende keer doen. Gaan we varkens verkopen. Maar laten wij de stal hier nog gaan gebruiken. Om even balen te persen. En dan kunnen we die ook weer opruimen de volgende keer. Zo. En dan moet ik ook eventjes een kleinere trailer hebben binnenkort. Waar we in ieder geval even het een en ander mee kunnen aanpassen. We hebben hier zelfs nog hooi in zitten. Dus we krijgen allereerst nog eventjes een hooibaal. Dat is ook een beetje jammer, maar goed. En ik had vanmorgen de ketelmeneer die is geweest. Dus die heeft mijn ketel van het huis heeft hij even een onthoudbeurt gegeven. Dus het wordt hier weer lekker warm. Die trillen moet ook weghalen trouwens, hè. Nou, laten we even die balen gaan persen. Doe wel even met behulp van een timelapse. Staat ook neer. Moet je horen. Ik zet hem alleen aan. Zo klopt hij beter, ja. En hij ging in één keer rop, zo in één keer vol gas. Nou, balen Nou, we hebben in ieder geval de balen geperst. Ik wou eigenlijk de balenpers leeg hebben, maar ik was net iets te vroeg. Dus nu hebben we 16 liter aan stro. Dus wat we eigenlijk moeten doen is de balenpers gaan resetten. Want als we nu weer, weet ik veel wat de volgende is, of gras of hooi. Als we stro doen is op zich geen probleem, maar als we weer gras of hooi gaan doen. Ja, dan moeten wij wel even het ding resetten, want dit slaat helemaal nergens op. Dan hebben we 16 liter zit er al in, maar dan gaat dus 4000 liter in. En dan hebben we dus 1 of 2 zwaarden vol. Ja, gewoon verbruind om 1 baal af te maken. Dus dat is ook niet wat. En ik heb dit ding volledig in de weg geparkeerd. Even kijken, waar zetten we deze neer? Kunnen we op zich hier wel neerzetten? Zou die wel voor de schudden, maar het zal vast niet zo erg zijn. En dan kun je deze hier neerzetten. En dan kunnen we de Nieuw-Holland wel gebruiken voor de balenwagen straks. Zo. We moeten alleen nog even de massie ophalen. Om even schoon te maken. En dan hebben we dat ook allemaal weer gedaan. Zo, bak aan koppelen. Even de bol schoonmaken. Ziet er niet uit. Bijna één volle bak, hè. Het is één volle bak. En het is nog niet weg, moet je nagaan. Wat een rotzooi maken die bezig van, ja. Wat goed is, hebben ze dan in principe hebben ze alles daar weer een beetje erbij. Mais hebben ze nodig, tarwe, gerst hebben ze nodig. Zo. Even naar de kippetjes.
Het zal ook wel goed gaan met de eieren, denk ik. Ik wil binnenkort ook weer verkopen. Alsjeblieft. Nou, alleen de schapen nog. En koeien gaan we kopen zodra we silage hebben. We hebben op dit moment nog geen silage namelijk. Ach, we hebben ook weer drie volle zakken met wol. Nou, laten we die pallets nog even opruimen en dan hebben we mooi werk geleverd vandaag, dacht ik zo. En ik heb hier nou de balenspies liggen, maar eigenlijk hoort die daar niet. En misschien moeten we een andere plek hebben voor de... Ja, bijvoorbeeld hier of zo. Voor het huis. Kunnen ze mooi staan. Het mooiste is zo'n rek, want je hebt wel eens in van die mappen, daar heb je zo'n rek, daar kun je ze mooi inzetten. Dat is op zich ook wel geinig. Dan kun je al die attachments kun je zo mooi in een rek plaatsen. Ah, er zou vast ook wel een mod voor komen of zo. Maar ach. Nou, dan gaan we weer wolpellets verzamelen. Maar het wol levert wel lekker wat geld op. Je kunt zeggen wat je wil. Maar het levert wel lekker wat geld op. Hij zou ook in de reactie staan van Lars, eigenlijk heb je maar geen balenspies nodig, hè. Je kunt pelletvorkje ook gebruiken voor de balen, wat we dus net hebben gedaan met die stroombalen. Dat klopt, maar ja, om een beetje realistisch te blijven, is dat op zich wel een dingetje, natuurlijk, hè. Nou, het laatste pellet. En dat vind ik mooi geweest voor vandaag. Dan kan er weer wol worden aangemaakt. Je recht drukken. Mooi. Jongens, ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de Farming Simulator 1950. Laat me ook in de reacties weten wat jullie graag nog willen zien. Want ik wil hier denk ik graag mest strooien op dit veld. Want we hebben, ik weet niet hoeveel mest we hebben. Hoeveel mest hebben we? 27.000 liter. Dus dat is op zich wel lekker. Dus ik denk dat we de volgende aflevering gaan wij de... varkens verkopen, dan kunnen wij daarvan kunnen wij een mestverspreider kopen, want ik weet niet hoe duur dat ding is. Oh, dat is drijf mesttanks. Nee, we moeten mestverspreiders hebben. 43.000 euro, dus dat is op zich wel een dingetje. Dat is prima. En dan kunnen we mest strooien. Hier ligt op zich al wel wat, dus dat gaat wel goed komen. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je de uiteraard belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes, zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!